Ik doe mijn job als fotograaf heel erg graag. Ieder weekend is er wel een nieuw project. Soms is het een trouw, een feuf, een gabang, noem maar op. En die variatie maakt onze job zo leuk. Maar toch irriteer ik mij aan één iets heel erg hard. Dat is als mensen soms vooroordelen hebben over onze job als fotograaf. Een fotograaf zijn, dat is makkelijk. Als fotograaf verdien je heel veel geld, moet je weinig doen. Fotograaf zijn, dat is gewoon op een knopje doen. Ja, ja, zeker, zeker. Hè. Gewoon één avond foto's nemen en dan voor de rest van de week lang uitslapen, cocktails drinken, af en toe een brulbadje nemen, noem maar op. Nee, zo zit het niet in elkaar. Daarom ga ik jullie vandaag in deze video stap voor stap uitleggen hoe een week van een fotograaf er precies uitziet en wat er eigenlijk allemaal bij komt kijken. Laten we meteen beginnen bij puntje 1. Punt 1, de klant binnenhalen en het contract. Zonder klant, geen opdracht. Geen opdracht, geen centjes. Geen centjes, geen brood op de plank. Ja, comedy. Ik heb een stuk van papier afgegeven. Sorry, het comedy niveau ligt vandaag weer heel hoog. Soms sturen wij als bedrijf Render Visuals een berichtje naar een organisatie. En soms sturen organisaties zelf naar ons met de vraag naar onze diensten. Logischerwijs moet ook alles in orde zijn qua contracten, anders is onze boekhouder niet zo blij. Ik ben de boekhouder trouwens. En dan puntje 2, het materiaal. Het zou niet de eerste keer zijn dat ik aankom op een opdracht en dan realiseer, oei, ik ben mijn batterij vergeten in de oplader. Ja. Als fotograaf moet je er natuurlijk voor zorgen dat je al je materiaal mee hebt en dat het ook opgeladen is. Puntje 3. Het uitvoeren van de opdracht. Niet heel onlogisch, maar af en toe moet er ook gefotografeerd worden en moet er een aftermovie in beeld gebracht worden. Ons grootste cliënteel met Render Visuals is vooral fuiven, feestjes en galabals. Eigenlijk nightlife in het algemeen. In de weekends wil dat dus zeggen in de nacht werken. Vaak beginnen we om 10 uur en eindigen we rond 2, 3, 4 uur. Ik doe soms echt dansjes terwijl ik een video aan het opnemen ben. De meeste opdrachten van ons bevinden zich in de regio West-Vlaanderen, soms ook daarbuiten. Momenteel is het zaterdagavond en zometeen moet ik naar Oostakker, dat is Gent. Gent, ja. Gent, dat is Vreewijs, hè. Vreewijs. Gent is Vreewijs, ja. Dus soms moet je ook rekening houden met de verplaatsing en moet je dus ook af en toe lang rijden. Eenmaal aangekomen op het event moet je gewoon nog je materiaal in elkaar steken en dan kan je gaan fotograferen. En natuurlijk niet te vergeten, Render Visuals stickers uitdelen aan iedereen. We gaan deze avond weer heel veel stickers uitdelen in Oostkakker. Oostkakker? We gaan naar Oostkakker. Heel veel stickers dus in ons. Heel veel stickers dus in ons. Oostkak nu niet meer juist kan zijn, hè? Heel veel stickers dus in ons. Rustig blijven. Alles komt goed. Oostakker. Voilà. Oké, we gaan vertrekken naar Oostakker. Dag dames en heren, appels en peren, boeren en boerinnen. Leiden is moe. Ik weet, deze show is gewoon voor de mok. Ik ga hervat. Deze mok is voor de show en zat helemaal niks in. Ik zou het wel kunnen gebruiken. Oh, wacht. Energiedrank! Woehoe! De vijf in Oostkakker was super leuk en heel erg druk. Ik was pas om 5 uur thuis en het is nu 9:30 in de ochtend. Ik heb dus niet zoveel geslapen, maar ik moet nog heel wat werken. Nee, ik heb niet gevlogd op de fuif zelf. Maar mocht je eens willen weten hoe het is als fotograaf achter de camera op een fuif, check dan zeker even de vlog die online staat op mijn kanaal van de Aspie-fuif. Maar om jullie toch even een beeld te geven hoe het gisteren was, hier een kort fragmentje. Velen van jullie zullen denken, ja, je werk als fotograaf zit erop. Je mag je cocktails gaan drinken en je bubbelbad gaan pakken. Nee, fase 4, de bewerkingsfase. Als nightlife fotograaf is bewerking super belangrijk. Dit is een foto voor de bewerking en dit is een foto na de bewerking. Een heel groot verschil natuurlijk, maar hoe doe je dat, Leiden? Wel, wij bewerken onze foto's in Lightroom. Nee, ik ga niet een heel tutorial geven hoe je dat precies allemaal doet. Maar ik ga toch wel enkele kleine dingetjes laten zien. Drie kleine dingetjes die we eigenlijk altijd doen is 1. De huid van de persoon een klein beetje zachter maken. We selecteren het gezicht en ook het lichaamshuid. En de textuur daarvan gaan we iets naar beneden halen. En dan heb je een iets softer, iets mooier effect. We proberen zo de mensen ietsjes mooier te maken. Maar we kunnen natuurlijk ook geen wonderen verrichten. Dat begrijp je ook wel. Ook zorgen we ervoor dat de tanden ietsjes witter zijn. Soms zijn de tanden behoorlijk geel op een foto.
En via deze tool kan je ook je tanden eigenlijk ietsjes witter maken. Met de radialen gaan we eigenlijk een cirkel rond het onderwerp plaatsen, zodat het rond hem ietsjes donkerder is en hij meer in focus of meer de nadruk op de persoon ligt. Aan deze foto bijvoorbeeld van Snapback heb ik ongeveer 2 à 3 minuten bewerkingstijd gehad. Niet superveel zou je denken, maar als je ongeveer 500 foto's hebt, dan gaat dat wel even duren. Hier nog enkele foto's die ik gisteren heb gefotografeerd en nu snel even heb bewerkt. Mocht je de volledige fotoalbum willen zien van Oost Kakker, check dan zeker even onze Instagram en Facebookpagina. En dan eindelijk fase 5, de allerlaatste fase, het publiceren van de foto's. Onze fotoalbum komt terecht op Facebook en dan maken we ook nog een Instagram carouselpost, zodat je zo kan blijven doorswipen met de leukste foto's van het event. Ziezo, dat was alles. Ik ga zo meteen dan een cocktail gaan drinken in mijn bubbelbad. Ik ga helaas nog een hele dag achter mijn computer vertoeven voor de foto's te bewerken. Mij rest alleen nog maar afscheid te nemen van jullie. Dus hopelijk vond je deze video leuk, dus zeker een blauw duimpje omhoog. Wil je meer behind the scenes content zien? Abonneer dan zeker even op ons kanaal hier beneden. En volg ons op sociale media. En hopelijk zie ik jullie de volgende keer terug. Salutjes, bye bye! Voor mij een cocktail.